Uh, Javan, welkom in Alkmaar. Uh, ja, waarom kies jij voor AZ? Hoe is het precies gegaan? Nou, uh, AZ heeft zich bij mij gemeld en uh, ik was daar in eerste instantie, uh, ik had er niet op gerekend, maar ja, ik sta altijd wel open voor uh, voor dit soort dingen en uh, ik bedoel, ja, Urnes die, uh, die had mijn zaakwaarnemer uh, op de hoogte gesteld en zo zijn we eigenlijk bij elkaar gekomen um, en ging het eigenlijk vrij snel. Ja, het is wel bijzonder uh, een jongen die uit jong Ajax komt, ook nog jong is, en die dan voor AZ kiest. Ja, het is, het is niet, uh, het gebeurt niet dagelijks denk ik, maar uh, soms moet je ook een verstandige keuze maken en dat neemt niet weg dat ik er niet naar mijn zin heb gehad bij Ajax, maar. Uh, ja, ik denk dat, dat ik hier wel meer perspectief heb. En misschien bij Ajax wat minder. Ja, dat, 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 moet ook maar, dat moest ook maar blijken. Alleen ik volg wel gewoon mijn gevoel. En mijn gevoel die zei dat dit toch een mooie en goede stap was voor mij in mijn carrière. Ja, was het ook de keuze tussen uh, baas spelen misschien in de eerste divisie ten opzichte van een kans in de eredivisie? divisie? Um, ja, ik heb natuurlijk best veel wedstrijden in, uh, in de Jupiler League gespeeld. En nou ja, nu krijg je ook inderdaad de kans om, uh, ja, om in, de, in de Eredivisie je minuten te maken. En dat speelde zeker mee. En je mag de strijd aan met Mathias denk ik op de rechtsbackpositie. Ja, ja, bijvoorbeeld. Uh, die staat, die staat rechtsbek. Uh, nee, ik denk dat, het gewoon, uh, dat ik een hele leuke tijd ga hebben en uh, veel ga leren ook. En je van Basten nog had je AX periode? Nee, ik, eigenlijk niet. Ik, uh, ik had het wel in de media gelezen, maar zelf, ik denk dat ze meer wist dan ik. Ik heb, uh, ik heb Van Basten niet meegemaakt. Uh, toen, volgens mij toen ik naar Ajax kwam was hij al weg. Maar ik heb, ik heb hem wel uh, vaak genoeg op tv gezien met Heerenveen en uh, daarvoor nog zelfs. Dus uh, ja, ik was wel onder de indruk. AFC ben je hè? Ja, ik ben een AFC'er. Klopt, oh, ja, klopt, ja. klopt, klopt, klopt. klopt. Ja, 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 ja. Wel een bijzondere carrière. Ik begreep dat je tijdje met voetbal gestopt bent en aan de atletiek bent gaan doen? Ja, dat klopt. Uh, dat was nog in mijn jongere jaren zelfs. Uh, toen was ik een jaar of wat zal het zijn, zeven, acht. Ja, ik weet niet zo goed uh, wat, ik, wat ik toen dacht. Ik, het een, ik kon niet echt begrijpen uh, hoe, hoe een teamsport uh, in elkaar zat. Ik, ik dacht dat iedereen uh, ja, hetzelfde kon, denk ik. Dus uh, als iemand dan een fout maakt, werd ik helemaal gek. En zelf werd ik, uh, werd ik ook gek als ik een fout maakte, natuurlijk. kon je jezelf de schuld geven bij atletiek? Bij, ja, precies. Bij atletiek is het echt uh, is een individuele sport. Dus dan, uh, dan ben je echt met jezelf bezig. En ik heb, ook, ik heb er ook veel baat bij gehad om uh, te gaan atletieken, want ik, ik merk wel dat ik uh, sneller ben geworden en uh, mijn techniek ook puur qua lopen heb verbeterd. En daarna, ja, dan krijg je nieuwe vrienden. Je gaat naar een nieuwe school en... Uh, Iedereen gaat voetballen en dan ga je daarin mee, natuurlijk. En dan ben je opeens profvoetballer. Dan ben je opeens profvoetballer, ja. Dat duurt nog wel even. Ja, nou ja. We gaan die kant op.